Beste mensen, ik ben blij dat ik, zij het op afstand, op deze manier toch een beetje bij jullie conferentie kan zijn. En ik wil jullie van harte feliciteren met de afronding van het oude programma Tussen Weten en Doen en de lancering van het nieuwe programma Verpleging en Verzorging. Jullie kwamen van ver, kan ik me nog herinneren. Toen ik staatssecretaris was tussen 2007 en 2010 hebben we verschillende pogingen gedaan om meer onderzoek en kennis rond verpleging en verzorging te ontwikkelen. En dat was best ingewikkeld, kan ik jullie vertellen. We slaagden erin om een programma als de zichtbare schakel te maken rond wijkverpleegkundigen. En uiteindelijk dus ook Weten en Doen 2. En wat heeft het fantastisch veel opgeleverd? Enorm veel onderzoek, kennis, onderzoeksgroepen, samenwerking in de regio en ook een sense of urgency bij bestuurders. Hoe belangrijk het is om die kennisdomeinen, die kenniskringen van ook leraren en hun onderzoeksgroepen te ontwikkelen. Terugdraaien zou nooit meer kunnen vandaag de dag. We moeten dus verder. En daarmee starten jullie vandaag met het nieuwe programma. Laat dat net zo succesvol zijn als Tussen Weten en Doen. Met misschien nog meer aandacht voor kennisbenutting. En als hoogleraar beleid, wetenschap en maatschappelijke impact kan ik die kennisbenutting alleen maar van harte ondersteunen. Ik weet zeker dat ik van jullie ga horen. En ik zou jullie willen oproepen, laat ook vooral van je horen. Want wij, iedereen, die heeft daar behoefte aan.